Lokmaal, mijn naam is Kjeld en leuk dat jullie kijken en luisteren voor de UAE Tour Etappe 4. De tweede van de vier sprintetappes van Dubai Police Officer naar Dubai Arbor. Volledig vlak en geen kans op uh, waaiers, want het grootste gedeelte werd gereden door de stad en uh, niet door de woestijn. Opnieuw zat Mark Stewart voor CoreTech mee in ontsnapping, Dit keer samen met Harm van Hoeken. Maar Stewart li liet zich na het pakken van de uh, punten weer uh, terugzakken naar het peloton. Dus vanaf uh, dat moment van van Hoeken alleen vooruit, maar uiteindelijk werd hij ook teruggepakt door het peloton, die een heel groot gedeelte van de etappe echt heel traag hebben gereden dan normaal gesproken. Ik denk dat er genoeg amateurs zouden zijn die mee kunnen rijden in de middenfase van deze etappe. Niet tegen het einde, want toen ging het tempo zeker wel omhoog, al duurde dat ook wel langer dan normaal naar mijn idee, want met de 8 kilometer gaan oogt het peloton nog steeds een behoorlijk relaxed met Elk team die nog goed bij elkaar zat. Het was misschien wel enigszins te verwachten dat er nog een valpartij zou komen in die laatste paar kilometers. Want vaak gebeurt dat als de hele dag heel erg traag is gereden en in één keer het tempo aanzienlijk wordt verhoogd in het peloton. Renners die dan ook naar voren beginnen te komen voor hun plekje proberen te vechten. Voor zo'n goed mogelijk plekje. Dan krijg je een valpartij. Nu hadden we dus ook een valpartij. Wie erbij betrokken was bij die valpartij had het geluk, want het was net voorbij de 3 kilometer. Banner. In ieder geval, door die valpartij was de hele Bora-trein uitgeschakeld. Ik denk niet dat de renners van hun waren gevallen, maar onder andere Wellsford en van Poppel werden opgehouden door die valpartij. Ook waren er een paar klasse bij je betrokken, met de Valter van Wilder en de leider Vaim, uh, maar hun waren niet gevallen. Alleen net als die Borabannen, naar mijn idee, opgehouden door die valpartij. En door die 3-kilometer-regel hebben zij geen uh, tijd verloren. In de laatste anderhalve kilometer. Was Alpes in het dominante team aan de voorkant van het peloton al? Want ze hadden een trein met zes renners. Jeko had ook nog twee man voor Groenewegen Wegen aan de linkerkant van de Alpes in trein. En Melier werd ze goed naar voren gebracht door Van Lerbergen Team Van Dijken deed precies datzelfde voor Kooi. Die nadat Van Dijken hem naar voren bracht, het de wiel vond uiteindelijk van Melier. Van Lerbergen bleef nog wel lang voor Melier. Probeerde hem af te zetten. Bracht hem naar het wiel uiteindelijk van Marretschko. En ik denk omdat Melier begint al met de trappen. Lokt hij Kooi, die in zijn wiel zit om de sprint te openen? Want Melier stopte twee seconden later ongeveer ook weer. Maar Kooi wilde doorgaan met dat momentum. En misschien als hij durfde te gokken op Melier, was het wellicht anders gelopen. Maar Kooi, ondanks dat momentum die Groves en Groenewegen totaal niet hadden, ging Kooi wel veel te vroeg aan met nog ongeveer 250 meter te gaan. Melier Reageerde alert, pakte het wiel van de kooi, komt eruit en is ook nu weer de snelste in de sprint. Ondanks dat de klein die even nog moest inhouden aan de linkerkant van die barrière en vervolgens via het wiel van kooi nog naar plek 2 sprint, was hij wel snel. Maar Melier was gewoon de snelste. Hij wint deze etappe voor de klein en Olaf Kooi. Een interessante top 10, ook met Arvid de Klein als pro -tour renner op de tweede plek, Anja Kolski komt van de pro-toerenploeg, maar Retko ook verslaat. Jacobsen van de paar verbetert zich met de drie plaatsen vergeleken met de eerste sprint. Bauhaus wordt achtste, Gaviria negende en Odette Kogut nog een pro renner tiende. En die verslaan op papieren betere sprinters als Bennett, Molano, Kevin, die Schoenenwegen en Gross. De sprinters dus van hebben mij uh, dit seizoen nog uh, niet heel erg uh, kunnen overtuigen. En uh, dat heeft natuurlijk uh, zijn redenen met de uh, Juwen en de uh, Groenewegen. die beide in een uh, race uh, niet fit zijn geweest. En de Groenewegen kan daar misschien nog uh, wat van merken nu in die UAE Tour. Maar als je ziet dat hij uh, door zijn ploegenoten gewoon in een prima positie wordt gezet. en dan uh, slechts uh, 17e wordt, is dat echt wel uh, verschrikkelijk dramatisch. Ja, hij moest ook even herlanceren. Maar uh, die ploeg. Diego en die twee sprinters Groeneweg en Johan hebben nog wel wat werk te doen. Voor is het al zijn vierde overwinning van dit seizoen in de Alula Tour was het niet tegen de beste concurrentie, wel in deze UAE Tour, maar hij is uh, absoluut het seizoen uh, heel goed begonnen. Vorig seizoen was hij ook al gewoon een snel en uh, op dit moment hoort hij in mijn ogen bij uh, de top twee uh, beste sprinters, gewoon de twee beste sprinters op het moment, samen met uh, Jasper Philipsen ik zie zelf uh, Jasper Philips nog een treetje hoger als uh, Melier. Maar dat is uh, misschien uh, ook alleen uh, op basis van een uh, gevoel. Omdat uh, Melier geen grote ronde vorig jaar heeft uh, gereden. En uh, Philipsen natuurlijk wel uh, de belangrijkste de Tour de France. Dus het wordt gewoon, uh, denk ik, interessant om uh, hen, uh, Philipsen en Melier, tegen elkaar uh, te gaan uh, zien in het uh, voorjaar. Uh, met onder andere Tyreno's, Scheldeprijs en Brugge de Padden. Morgen de vijfde etappe van Al-Aquanaum Al-Kouyan, 182 kilometers, iets heuvelachtig in het begin, dus misschien dat het een, uh, ook een kans biedt voor een ontslapping met iets grotere namen dan uh, alleen Koratek uh, renners en uh, iets meer dan uh, twee renners, maar ik betwijfel dat uh, heel erg, ik denk niet dat dat uh, gaat gebeuren, er zijn wel opties voor waaiers in deze etappe. Omdat er flinke keren van de richting wordt veranderd. En er nu wel door open gebieden wordt gereden. Dus dat kan nog wel interessant worden in deze etappe. Technisch is die finale zeker niet. Want de laatste bocht is op 5 kilometer voor de finish. Dus weer een sprint met de grote kleppers. Ik gun het Melier die derde overwinning absoluut. Maar ik zou het ook wel een keer leuk vinden als nu iemand anders dan Melier deze sprint gaat winnen. Maar op basis van die laatste twee sprints heb ik er een hard hoofd in dat het daadwerkelijk iemand anders gaat zijn dan Tim Melier morgen. Die gaat winnen. Vandaag zou ook Ran Camino beginnen met een tijdrit. Die is verreden dat is gebeurd. Maar wel op de gewone fietsen en niet op de tijdritfietsen. En de tijdrit telde niet mee voor het klassement. Dat allemaal omdat er een hele harde windstoten, grote harde windstoten waren. Ik denk uiteindelijk dat het gewoon een goede beslissing is. Want als er op de tijdritfietsen werden gereden kan dat gewoon stukken gevaarlijker zijn met die wind die er stond. Ik begreep niet helemaal waarom ze het dan uh, deden zonder uh, verschillen voor het uh, klassement, want in de tijdrit is het uh, vaak natuurlijk zo dat er een uh, andere renner en dan weer een andere renner niet in uh, dezelfde conditie uh, rijdt uh, qua weer. En ik ben er niet geweest, dus uh, misschien kan het ook wel gewoon uh, te gevaarlijk zijn geweest voor de renners. Zo leek het niet op de tv, uh, in ieder geval om dan een risico uh, te nemen voor een uh, klassement. In ieder geval nu hadden de renners gewoon uh, de mogelijkheid om uh, wel te gaan uh, Koersen voor de ritzegen wel een goede tijdrit af te leggen of er gewoon een gewone rustige tijdrit van te maken. Alle klassementsrenners deden het laatste, want onder andere vingerkaart, Carapas, uran. Finishte op ruime twee minuten van de winnaar Joshua Tarling. Die won met 42 seconden op de nummer 2. Rafferty blijft gewoon natuurlijk een enorme sterke tijdrijder. Een fenomeen op de tijdrit fiets. Ook al deed het merendeel, een heel groot deel van de mannen niet de moeite om de beste mogelijke tijd neer te zetten. Want ik denk als de mensen tijden wel werden genomen. en elke klassementrenner er gewoon voor moesten gaan. Om dan natuurlijk op de ene klasse al een gaatje te pakken. Had Tarling denk ik alsnog wel met een best groot verschil gewonnen. Morgen wordt het een stuk interessanter in Okran Camino. Met een etappe die tussen de heuvels en het middengebergte zit. Voor nu allemaal bedankt voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video leuk, Dan dan zeker even de duim omhoog. Abonneer gelijk dan even hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te zetten. En dan ben ik morgen weer terug met de vijfde etappe van de UAE Tour. En ook natuurlijk O oh, Gran Camillo. Tot dan, later.